Hallo, kijk eens. U ken ik. Hey, goedendag. Hallo, Sander. Het was een emotionele ontmoeting voor Wim Beekhuizen. Hij zag zijn redder voor het eerst sinds het ongeluk. Ik kan nog aan terug, denk ik. Ja. Ja, vreselijk, hè? Ja. Want zonder Sander Leppers had hij hier niet meer gezeten. Hij reed vorig jaar zomer met zijn scootmobiel bij de veerpont in Ooijen het water in. Sander zag het gebeuren en twijfelde geen moment. Toen ben ik het water ingedoken en meteen naar meneer toegesprongen en omgedraaid. Ja. Want ik zag wel dat het anders niet goed zou gaan. Dus dat, ik zat er vast in. Ik kon met mijn handen niet wegkomen. En wat dacht u? Hier kom ik niet meer uit. Dat dacht ik in de eerste keer, maar ja. Ja. Voor zijn heldendaad kreeg hij vanmiddag de zilveren legpenning. Een medaille van de maatschappij tot redding van drenkelingen. Ik wil je ongelooflijk bedanken. Ja. Nou, voor de tegenwoordigheid van geest, gewoon het feit dat je het hebt gedaan. En, ja, ik zag het. Ik zag het ook gewoon als de burgerplicht. En ja, dat doe je gewoon. Het gebeurt, hè? Je denkt inderdaad niet naar. Je duikt. Ja, echt geweldig. Ja. Och, dat is heel goed. En een mooie, hè? En Wim Beekhuizen blijft zijn redder eeuwig dankbaar. Je gaat het nooit vergeten? Nooit.